Het is geen grapje. Ik moet de laatste tijd een beetje low-key blijven op social media. Ik mag niet meer zo opvallend doen als vroeger. Zoals jullie hier kunnen zien, heb ik mijn naam moeten veranderen op Twitter. Ik heb een low-key profielfoto moeten instellen. Dat is echt niet simpel. Want ik heb een hele grote misdaad gepleegd. En niet waarom ik hier een video over maak. Ik heb al 2 dagen nachtmerries. Al 2 dagen droom ik van wat ik heb gedaan. Het was wel mijn schuld, maar ik kon er niks aan doen. Het was niet mijn bedoeling om een kat te platten onder mijn garage. De politie komt aan mijn deur. Hallo, is er hier een kat geplet onder de garagepoort? En ik stond daar. Nee, want het was wel zo. Ik heb per ongeluk een kat geplet onder mijn garagepoort. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan er niks aan doen. Willen jullie het verhaal horen? Willen jullie horen hoe ik een kat geplet heb onder mijn garagepoort? Het was niet mijn kat. Het was de andere kat. De kat leeft wel nog, maar ik eis het, dierenvriend. Ik hou van poesjes. Het komt dat ik een katje heb geplet onder mijn... onder mijn garagepoorten gehad. Zoals elke straat zijn slet heeft. Weet je, normaal is het zo'n vrouw die bij alle mannen langs gaat om dan eens de liefde te bedrijven. Geslachtsgemeenschap. Hebben wij een kat in deze straat? Wij hebben een kat die ergens in deze straat woont. Ik weet niet, bij zwervers of zo. En die kat krijgt geen eten. De naam van die kat is Ida. Ida. En die kat krijgt geen eten van haar baasjes. Dat denk ik toch? Dat weet ik niet zeker, dat is een speculatie. Speculatie betekent... speculoos. Die kat weet perfect als er iemand thuis komt in deze straat. Dan loopt die kat, echt zoals een kat. Dan loopt die kat dus naar de persoon die thuis komt. In dit geval was dat ik. Dan loopt die kat naar iemand, dan begint ze te... miauw, miauw. Dan geeft ze zo kopjes. Dan duwt ze zo met haar hoofd tegen je been. Zoals elke kat, snap je? Ik weet niet waarom ze dat doen, maar oké. En dan verwacht die kat dat je haar eten geeft. En ik meen het zonder te liegen. Iedereen in mijn straat heeft eten gekocht voor die kat. Zelfs mensen die niet eens een kat hebben. Mensen die niet eens weten wat een kat is. Die hebben eten gekocht. En elke keer als die kat naar iemands deur komt, dan geven ze die kat eten. En die kat krijgt dan een beetje eten van iedereen. En zo overleeft die kat. Als wij dat niet deden, dan was die kat echt al morsdood. Dus, ik kwam terug van een chilling. Dus ik had gechilled bij iemand in zijn huis. En het was een hele leuke avond. En... snap je? Ik fiets terug naar huis. Dus ik fiets op een scheve manier. Ik weet niet eens hoe ik die fietstocht heb overleefd, maar oké. En ik kom uit mijn straat en ik fiets naar mijn huis. Echt van kant naar kant van de straat. En ik fiets naar mijn huis en ik zet mijn fiets daar. En ik doe de garagepoort open. En als ik die garagepoort open doe, ik druk op die knop. Ik hoor dat die kat al aan het miauwen is. En ik stond zo in die garagepoort. What the fuck? Die kat komt daar aangelopen. En hier toon ik even wat beelden van die kat die ik daarnet heb gemaakt. Kijk, dat is dus de kat die ik bedoelde. En dat is echt onze straathoer, de straatpoeskat, die ja, dus onder mijn garage zat. En sorry kat, het was niet mijn bedoeling om je... ja, sorry. Sorry poes, het was niet de bedoeling om je pijn te doen, kleine poesie. Het was niet de bedoeling, je leeft nog, alles is oké. Dat was niet de bedoeling de vorige keer. Nee, niet teruglopen naar de garage, nee. Niet doen. Okay. Pas op. Dat is dus die kat, is een hele mooie ginger kat. Because she's orange. What a beautiful cat. You're so pretty. En dus die kat komt naar mij en die kat begint mij kopjes te geven. Maar ik stond daar dus van, what the fuck. Het is 2 uur s'nachts, what the fuck doet die kat hier? En ik wist dat mijn mama die sowieso al eten had gegeven. En het was 2 uur s'nachts, dus ik dacht van, nah. Ik ga gewoon naar binnen gaan. En ik streel die kat zo een beetje, omdat ik van poesjes hou. En ik ga naar binnen en ik sta in mijn garage en ik doe mijn schoenen af. Zoals elk. Kind. Dus ik kom binnen. Ik heb mijn schoenen aan en ik doe mijn schoenen af en ik begin zo mijn schoenen af te doen. Ik doe mijn jas af. Dus ik kom binnen en ik doe mijn jas af en ik doe zo van jas af. En ik wandel naar binnen en ik druk op de knop van mijn garagepoort om mijn garage dicht te doen. Dus die kat is niet in mijn garage. Die kat, ik dacht dat die kat weg was. Dus ik druk op mijn garagepoort en die poort gaat naar beneden. Nee. Snap je? De poort gaat dicht, zoals elke garagepoort. Snap je? Elke garagepoort gaat dicht, oké? Okay? Ik kon die poort niet controleren. Die poort, ik had op een knop geduwd, die poort ging dicht. En ik wandel door, ik ga naar mijn gang. Ik sta in mijn gang en ik doe de deur van mijn garage dicht. Terwijl die poort nog naar beneden aan het gaan is. En ik stap zo'n beetje door mijn gang en ik wandel zo echt zo door mijn gang. Zo van, ik wil slapen. En op dat moment hoor ik ineens, echt uit het niets, ik hoor echt een kat flippen. Ik denk van, what the fuck, wat gebeurt er? Ik loop terug, ik doe die poort van mijn garage open. Ik kijk en ik zie gewoon dat die kat daaronder ligt. Dat mijn poort zo half aan dicht gaan is, maar die kat stond daar zo onder en die poort ging dicht aan. Ik was een beetje dronken. En ik stond er zo en ik stond er zo van, what the fuck moet ik doen? Ik had er echt niet aan gedacht om gewoon weer die poort omhoog te laten gaan. Want ik weet niet, ik wist niet waar het gebeurde. Er gebeurden zoveel dingen tegelijk. Ik hoorde dingen boven, ik hoorde mijn garagepoort, ik hoorde die kat. Ik moest naar boven, ik wou slapen. Het was echt fucking heftig. En dus ik stond daar en die kat was echt fucking aan het flippen. Die kat was allemaal vage geluiden aan het maken. Dus ik denk zo van, wat dan rustig. Wat doen we in deze situatie? Wat heb ik hierover geleerd op school? Niks. Ik heb niks geleerd over eerste hulp bij kattenongevallen op school. Niks. Dus ik denk van,
fuck. Gewoon de garagepoort terug naar boven doen. En ik begin te slaan op die knop, maar het gebeurde gewoon niet. Die poort, ik weet niet waar het gebeurde. Die poort, fucked. Dus die kat was nog altijd aan het flippen. En ik dacht ergens in mijn hoofd, fuck. Als ik nu die poort omhoog trek of zo, of daartegen duw, of ik weet niet wat ik moet doen. Dus ik loop naar die poort. Ik steek mijn handen daaronder. Ik trek die poort met al mijn spieren. Met alle spierballen die hierin zitten. Hier. Naar boven. En die poort is elektrisch, dus die poort gaat niet naar boven. Maar die poort blokkeert. En die kat begint te flippen. Die kat loopt naar mij. En die krijgt een dikke flip op mijn been. Die kat krabt op mijn been. Die kat geeft hier zo'n dikke slag op mijn been. En ik schrik helemaal, want ik had dat echt niet verwacht dat dat ging gebeuren. En ik was bang. Ik dacht dat die kat naar mijn gezicht ging springen en mij ging doodmaken. Dus op dat moment dat hij mij de eerste keer krabt, loop ik gewoon al weg. En laat ik mijn garagepoort gewoon half openstaan. Sluit ik die deur en ga ik gewoon in mijn gang. En het was alsof ik net was ontsnapt van een moordenaar of zo. En ik dacht echt, what the fuck. Misschien heeft die kat een paar gekneusde ribben. Misschien heb ik die kat helemaal doodgemaakt. Ik stond daar helemaal te trillen in mijn gang, beetje dronken. Ik wist dat mijn mama thuis was en een vriend van mijn mama was ook thuis. Dat zijn echt hele, hele, hele dierenvrienden. Die mensen houden echt van die kat. Elke keer als mijn mama die kat ziet, geeft zij haar fucking veel eten. Dus ik loop naar boven. Mijn mama was al aan het slapen, want het was 2 uur of zo. En ik loop naar boven en ik heel de tijd dacht, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Ik was helemaal para. Ik dacht echt dat er iets gebeurd was. Ik wandel naar boven. Ik ga in mijn mama haar kamer binnen en zij was al aan het slapen. Maar ik begin er echt gewoon, what the fuck, mama, what the fuck, what the fuck. Mijn mama komt direct wakker en dus wacht zo op de manier van, oh, kom Nathan, ga slapen, man. Ik ben hier gewoon rustig aan het slapen. Laat me slapen. En ik sta daar echt helemaal in shock. Ik wist niet wat er net was gebeurd. Ik dacht dat ik net heel Nazi Duitsland had vermoord. Dat is ook niet eens zo erg, zeg maar. En ik vertelde aan mijn mama helemaal in paniek. En mijn mama begint ook gewoon helemaal te flippen. Mijn mama dacht dat ik die kat had vermoord. Dus mijn mama ook gewoon direct de kleed aan. Want ze slaapt naakt of zo in de winter. Zij doet de kleed aan en zij loopt naar beneden. En zij doet die deur open. En zij ziet dat de garage nog open staat. En die kat zat daar nog altijd. Mijn mama heeft daar eten gegeven. Ik ben niet mee gegaan naar beneden, want ik was echt bang. Dus ik heb geen kat vermoord. Maar ik heb wel echt een enorm schuldgevoel. Omdat, what the fuck. Dus om het goed te maken, ga ik testen. Ga even checken of het veel pijn doet als hij onder de garagepoort ligt. Ik neem mijn jas mee. Als ik dood ga, dan heb ik het toch op camera, oké? Yo. Oké, zoveel pijn doet het dus niet. Voelt er eigenlijk echt niks van. Maar snap je, ik ben breed. Ik ben echt een fitnessboy. Ik heb brede borstspieren. Ik kan dat waarschijnlijk aan. Maar het katje is zo groot. Dus ik weet niet waar het gebeurt, maar daar waarschijnlijk deed het heel veel pijn. Waarschijnlijk was die kat bijna dood. Maar er is niks aan de hand. Ik was wel echt in shock. Ik heb zo even gedroomd daarover. Het was echt niet chill. Maar ik hou van poesjes. Dus onthoud dat. Ik ben een dierenvriend. Wow. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het nu leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. Voor de mensen die elke video zagen. Ik ben hem een beetje aan het revampen. En zo heeft een likebox in de nieuwe view. Jij. Hey, leuke likebaksteen. Hey, doe zeker een likeje. Yes, yes, yes. Like. Tot de volgende keer. Adieu. Hey, sit. Tot de volgende. Hallo. Ja, voel ik. Ik voel het. Dat de haatmeter hoger staat dan ook. Niet zo hoog. Niet zo hoog. Is hoog. Heel erg hoog. Vandaag.